Yo gasten, Gameboys hier, welkom bij een nieuwe Battle Royale video. Ik zit al in de potje, we gaan gewoon lekker spelen en vandaag gaan we weer een keertje solo spelen. Want de laatste tijd doe ik best wel vaak duo's met gewoon kijkers, want ik heb gewoon vet veel mensen geaccepteerd. Maar het is ook wel leuk om gewoon weer een keertje echt solo's te spelen. En momenteel is het 10:00 's ochtends, dus zo heel veel mensen spelen het niet. De meeste mensen zitten gewoon op school en dan ga ik gewoon lekker spelen. En dan hopelijk kunnen we even een paar victories halen. Met natuurlijk ook weer allemaal nieuwe wapens, het zijn best wel wat updates. De laatste tijd hier zo in Battlelands. De hele map is veranderd met Halloween. Dat is nog steeds het geval. Maar dit wapen is ook nieuw, wat ook super vet is. En ik zag ook dat er kisten of zo momenteel zijn. En daar was ik de vorige keer totaal langs heen gelopen. Maar ik heb nog steeds niet echt een idee hoe ze eruit zien. Maar dan moet ik even wel kijken of ik dat deze video wel kan doen. Oh, daar is trouwens iemand. Kijken of we die kunnen killen. Ik heb al wat damage kunnen doen. Kom hier, jongen. Hij rent alleen maar weg. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En ik zie daar trouwens een kist. Even kijken of we die kerel kunnen killen. Kill hem. En die ammo kan ik, die levens wil ik ook hebben. Kom op, kill hem. Ik ben bijna dood. Kom op. Ik heb dat shield nodig, holy shit. En ik heb bijna geen levens, dus ik mag niet in de cirkel komen. Ja, nu ben ik gefukt. Ik ben gefukt, ja inderdaad. Ah, shit. Oh, ik had wel dat ene wapen. Maar ja, als je dan vervolgens ook gaat, heb je alsnog niks aan. Maar volgens mij zijn er ook speciale kisten. Maar ik weet niet of dat alleen in duo zijn of in solo. In ieder geval, vorige video's zag ik best wel wat comments dat ik er gewoon aan voorbij liep. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan het gewoon nog een keer spelen en kijken of ik het nu wel kan vinden. En ik wil wel die victory halen. Moet op zich wel te doen zijn, want meestal lukt het me wel. Maar ja, soms heb je gewoon een beetje pech en dan lukt het allemaal net niet. Maar ik ga gewoon mijn uiterste best doen. Oké, let's go. Oké, nice. Er ligt meteen een chill wapen. En ik heb het idee dat ik hier redelijk alleen ben. In ieder geval, ik zag niet heel veel mensen hier nog verder lopen. En hier liggen ook nog lekker wat kogels. Moet ik ze wel meenemen? Yes. Ja, dit is op zich wel een prima begin. Maar ja, een kill aan het begin is natuurlijk ook chill. En er zijn natuurlijk ook tegenwoordig gouden wapens. Die je ook kan vinden. Maar we gaan even op zoek naar mensen. Ja, daar is iemand. Kijken of we kunnen killen. Hij heeft een shotgun. Maar ja, voor dichtbij is dat chill, maar voor ver weg niet. Oké, pak ik die kogels. Maar dan heb ik nu wel even medic shit nodig. Dus we gaan even kijken of ik ergens wat kan vinden. Oh, we moeten... Oh, we zitten wel in de cirkel. Oké, nice. Dan moet ik even zorgen dat we wat HP erbij krijgen. En dan gaan we weer verder op zoek naar andere mensen. Maar, oh, daar is trouwens iemand. Oh, ik ga proberen hem te killen. Alsnog gewoon proberen te killen. What the fuck doet die kerel? Hij loopt alleen een beetje opzij. Nou ja, dikke prima. Dan heb ik hem uiteindelijk wel gekillt. En hij had nog een shield bij zich. Dus dat is ook dikke prima. Maar nou, had hij niet bij zich, die dropte uit hem. Want daar kan je natuurlijk niet bij hebben met dit spel. Maar, oké. Als ik nu even ergens een medic box kan vinden, zou erg fijn zijn. Dan kan ik in ieder geval nog weer wat langer overleven. En dan moet ik niet iemand tegenkomen. Oké, nou, ik loop wel even verder. Weet je, fuck it. Ik heb gewoon HP nodig. En om nu het gevecht aan te gaan, dat is niet echt het slimste wat ik kan doen. Maar ik kan nergens zo'n medicbox wezen tegen. Dat is echt fucked up. Zou hier iemand in het bosje zitten trouwens? Nee, omdat hier zo'n vlag lag, dat betekent dat daar iemand is doodgegaan. Oh, come on. Oh, daar is trouwens iemand. Ik ga nu trouwens wel even weg. Helemaal nu, want ik heb echt 0 HP meer. What the fuck? Ah, als ik dit nog weet te winnen, overleven. Shit. Ja, oké, ik ben dood. Ah, kutzooi. Dit is echt fucked up. Als je zo weinig HP hebt en je komt gewoon geen medic box tegen, dan ben je zo hard gefuckt. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen blijven strijden. Maar volgens mij, die speciale box of zo, ik heb ze nog niet gezien. Maar ik weet ook niet precies hoe ze eruit zien. Ik ga het even opzoeken. Nou, ik heb nu zo'n vaag vermoeden hoe het eruit ziet. Ik weet het niet helemaal zeker nog, maar we gaan het wel gewoon zien. Oké, let's go. Volgend potje. Oké, we beginnen dit potje wel lekker. Ik heb nu een shotgun en ik heb echt net veel shield momenteel. Dus dat is echt wel chill. Is die drop ver weg? Ja, die is wel weg. Die ga ik niet halen. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar op zich is... Ja, ik heb niks klaar op het begin van dit potje. Ga even kijken of we ook meteen mensen tegen kunnen komen om te killen natuurlijk. Dat zou ook wel chill zijn. Ja, oh hier. Hier is zo'n kist. Ja, ik heb hem gevonden. Oké, ik wist wel dat er van die kisten waren. Ik was alleen nog niet tegengekomen. Dit is dan zo'n sniper. Dit zijn best wel goede wapens. Alleen vind ik dan een sniper een van de minst chille wapens die je dan kan krijgen. Maar ik ga alsnog proberen die kerel te killen.
Ik heb volgens mij iets gehit. Ik zal ondertussen deze shield even pakken. Ah, ik weet niet. Misschien dat ik dit wapen alsnog zo meteen ruilen. Oh, daar is trouwens een drop. Ik ga even kijken of we die drop kunnen fixen. Eventjes kijken. Dit gaat denk ik wel lukken. Moet ik wel snel zijn, want de area wordt kleiner. Maar dit ga ik net op tijd krijgen. Misschien dat ik ietsjes HP verlies. Maar dat vind ik niet heel erg. Oh, yo, check dit wapen. Oké, nu moet ik trouwens wel weer naar binnen. Holy shit. Alleen het fucked up is dat je maar 4 kogels hebt. Maar dit is wel het meest overpowerde wapen wat je kan hebben. Ik moet nu gewoon eigenlijk een beetje rustig spelen. Zorgen dat ik een beetje buiten de echte drukke gebieden blijf. En dan in één keer toe gaan slaan. Bam, oh shit. Zal ik hem proberen te killen? Hij komt daar langs. Bam, hoppatee, heb ik hem gekillt? Hoppatee, oké, nice. Ik heb hem uiteindelijk gekillt, maar nu heb ik geen kogels meer. Dus dan pak ik dit wapen waar, wat ook op zich een prima wapen is. Is nog steeds goud, oké, nice. Ik heb echt het ene gouden wapen na het andere. Er zijn nog 6 mensen over, nog 5 mensen over. Ik ga gewoon rustig spelen. Oké, nu moet ik zo meteen wel naar het midden. Maar ik blijf eerst gewoon even hier afwachten. Ja, de map is zo. Oké, nog 4 mensen over. Dit zou echt zo baas zijn als dit gaat lukken. Dan kunnen we in ieder geval mijn eerste victory bijschrijven. Ik heb alleen totaal geen kogels meer. Dat is een beetje fucked up. Oké, hier zitten we op zich nog steeds wel veilig. Oh, het is een duel. Het is 1 versus 1. Waar is die andere kerel? Hij moet hier ergens rondlopen. Misschien aan de andere... Ja, daar is hij. Come on, come on, come on, come on. Oh, hij heeft vet veel shield. Hij heeft vet veel shield. Ja, kut, sorry. Dat is dan niet eerlijk. Hij had gewoon een vet veel shield. Kijk dan, hij heeft nog best wel het leven zo over. Ah, shit, man. Oké, nou, in ieder geval, ik was bij de laatste 2. Maar ja, daar heb je nog steeds niet heel veel aan. We gaan nog een potje afspelen. Ik wil gewoon nog even proberen die victory te halen. Kijken of het me gaat lukken. Soms dan speel ik hap, meteen victory. Soms dan wil het ook niet echt lukken. Verschilt gewoon heel erg per potje. Maar hopelijk gaat het nu even goed komen. Oké, daar is meteen iemand aan het begin. Even kijken of we die kunnen killen. Come on, come on. Hoppatee, nice. Meteen een kill. Oeh, die ging echt perfect, die kill. Dat was echt heel chill. Zal ik ook meteen levens pakken en heb ik meteen wat shield erbij. Een prima begin van dit potje. Dan moet dit potje even gebeuren. Zou ook even chill zijn als ik ergens nog een goud wapen tegen kan komen. Of in ieder geval zo'n kist. Is natuurlijk nooit verkeerd meegenomen. En daar is iemand. Even kijken of we die kunnen killen. Wat blijft die stilstaan, jongen? Oké, nou dat is 1 kill. Ik zal even hier ammo pakken. Ik wou net zeggen, daar kwamen ook schoten vandaan. Maar ga even... Ja, hij heeft volgens mij een sniper of zo. Maar hij heeft daar levens, dus ik ga hem mooi even verplaatsen. Dat hij in ieder geval niet bij die levens kan. Dan ga ik hier schuilen en dan ben ik benieuwd of die gaat komen. Oh, trouwens, ik moet wel even naar de binnenkant van de cirkel lopen. En daar zal ik hem wel weer tegenkomen, want hij moet hier natuurlijk ook heen lopen. En dan gaan we dan even kijken of we hem kunnen killen. Oh, daar wordt volop gelopen. Even kijken of we kunnen killen. Oh, die kerel die kan bijna geen HP meer hebben. En hier is trouwens een drop. Waarschijnlijk ging daar ook al iemand anders heen. Ja, daar ging inderdaad iemand anders ook nog heen. Oké, nu ga ik wel weg, want ik kan hem nu daar niet killen. En hij heeft sowieso een goed wapen zometeen. Oh joh, het is echt vet druk hier, man. Dat is echt niet normaal. Maar we gaan even naar de andere kant van de brug. Even kijken of hier toevallig nog iemand is. Ja, daar is iemand. Even kijken of we die kerel kunnen killen. Come on, kill, kill. Ja, nice. Lekker hoor. En dan hebben we hier shield, ammo, alles erbij. Plus een nieuw goed wapen. Oh, dit was echt een perfecte kill. Dit was echt heel chill. Ik moet nu wel even snel weer naar het midden lopen. Dan hebben we nu 3 kills en er zijn nog 7 mensen over. Dus dit gaat erg lekker, dit potje tot nu toe. Maar ik ga nu gewoon een beetje rustig spelen. En zorgen dat we in ieder geval bij de laatste paar gaan komen. En dan gaan we even kijken of ik dan nu wel die victory weet binnen te slepen op het eind. Dat zou echt heel nice zijn. Oké, er zijn nog 4 mensen over. Oké, die zitten nu een beetje met elkaar te vechten. Ik zal even kijken of ik hierheen kan gaan en dan killen. Oh, daar wordt ook volop gevochten.
Maar ik weet niet of hij een goed wapen heeft of niet. Nou, als hij zo'n bazooka heeft, dan ben ik echt gefuckt. Er zijn nog 3 mensen over. Waar is die kerel die hier net liep? Die loopt daar nu. Ja, hij zit bij allemaal medicboxen. Dus dat is dus niet eerlijk. Dan moet ik zorgen dat hij daar in ieder geval bij weg is. Oh, daar is iemand. Oeh, ja, kijk. Die kerel heeft een ziek overpowered wapen. Oh, dit is wel een beetje fucked up. Ik zal even die medic... Oh, nee, toch niet. Ik zal even die kerel proberen te killen. Oh, shit. Ja, kut. Dan ga ik net dood. Ja, nu heeft hij waarschijnlijk geen kogels meer met die rocket launcher. Dus nu is hij gefuckt. Maar ik was zo dichtbij weer. Het is echt heel zin dat het in de hele tijd net niet lukt. Maar die wapens die je tegenwoordig kan krijgen in Battle Lens, die zijn echt niet normaal goed. Maar dan laat ik die bij wel bij voor deze video. Ik kan natuurlijk ontiegelijk lang door blijven proberen om dat te halen. Maar misschien dat het nog wel tijd gaat duren. Maar vroeg of laat komt het heus alweer. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet met z'n allen een duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!